Erwin van der Looy, morgen is de wedstrijd tegen NAC. En de trainer van NAC die wisselt nogal eens van systeem. Hoe denk je dat aan te gaan pakken? Ja, dat is, we bereiden ons op verschillende scenario's voor natuurlijk. En ook met verschillende spelers. Ze hebben ook een schorsing, dus ik weet ook niet. We gaan een beetje kijken hoe ze dat op kunnen vangen. Wat we wel weten is dat we... dat we tegen best wel een vechtploeg zullen komen te staan met veel intensiteit en ook wel met zelfvertrouwen. Dus natuurlijk de laatste drie wedstrijden hebben zij gewonnen in de competitie. En voor de rest richten we ons vooral op onszelf. We moeten dingen gewoon goed doen en beter doen dan de laatste wedstrijd. En daar hebben we het natuurlijk met elkaar over gehad. We willen graag winnen. We zullen ook aanvallen en ook wel moeten aanvallen. Alleen we moeten dat wel met de deur dicht doen deze keer en niet met de deur open. Oké, hoe zijn de spelers de bekerwedstrijd uitgekomen? Goed. We hadden, moesten wel wat wisselen. Justin Hoogma die uitviel met een hoofdblessure. Wat hechtingen. Thomas Bruns die wat klachten had in de rust. Die we gewisseld hebben. Maar iedereen is weer aangesloten. Dus we hebben een volledig fitte groep. Oké, en hoe is het met Luca? Goed. Die is er ook bij. Die had waarschijnlijk ook woensdag wel kunnen spelen. Maar die hebben er bewust uitgehouden om daar geen risico te nemen. Ook omdat het kunstgras was. Dus die is er gewoon bij. Oké, en wat zijn je verwachtingen van het spel voor morgen? Wat ik net zei, wij zullen het spel moeten maken, denk ik. Maar NAC is een geduchte tegenstander. Maar wij kijken vooral van, wij moeten de dingen beter doen dan we de laatste keer hebben gedaan. En we moeten weer naar het niveau voetballend van Ajax en NEC. Maar we moeten ook naar het niveau verdedigend wat we hadden. Bijvoorbeeld hier thuis tegen PSV, tegen Sparta uit en ook tegen NEC uit. Toen we echt... compact en ook gewoon heel agressief verdedigd als team. En dat is belangrijk.